Goedemiddag allemaal en welkom bij deze derde GNI Live training. Ik ga over een minuutje of twee beginnen met praten over een aantal onderzoekstools en dan met name Pinpoint. Terwijl ik nog even wacht, wil ik je vragen of erop wijzen dat je rechts onderin op het YouTube logootje kan klikken. Dan ga je naar YouTube waar je ook mee kan doen aan de live chat. Bij deze training. Dan kan je live vragen stellen. Daar zit ongeveer een half minuutje vertraging op voordat ik die zie, maar ik zal die dan proberen ook zo snel mogelijk voor jullie te beantwoorden. Dus als je tijdens mijn presentatie vragen hebt, schroom niet. Klik eerst even op het YouTube logootje onderin het scherm, zodat je mee kan doen met die chat. Nou, 3 over 1 lijkt me een mooi moment om van start te gaan. Nogmaals welkom bij de derde alweer van 6 GNI Lives. Ik geef elke 2 weken live op YouTube een training van ongeveer 1/2 uur à 3 kwartier op een specifiek thema of in specifieke tools. Zo stond ik vorige keer stil bij een aantal tools die nuttig kunnen zijn voor freelancers. En in de komende week ga ik het nog hebben over visualisatie en mapping. En er komt nog een verificatie challenge aan. Mocht je nou de voorgaande trainingen gemist hebben, dus dat was 1 training over tools die je kunnen helpen bij het verslaan van COVID-19 en 1 over tips en tools voor freelancers. Je kan ze gewoon terugkijken. Ze staan allemaal nog online op YouTube. Ik deel nu een linkje in de chat waar je die kan terugvinden. Ze duren allebei iets van 1/2 uurtje. Vandaag gaat de training over onderzoek en dan met name de tool Pinpoint. Dat is de eerste tool die Google specifiek voor journalisten heeft ontwikkeld. Ik heb daarna nog een paar losse tools die handig kunnen zijn voor onderzoeksjournalisten voor je in petto. En ik sluit af met een klein stukje over machine learning. Hoe machine learning of artificial intelligence kan helpen bij onderzoek en ook hoe jij daar zelf mee kan leren werken. Goed, allereerst even iets over mij en mijn rol. Mijn naam is Loes. Ik heb zelf de afgelopen 7 jaar als journaliste gewerkt. Zo werkte ik onder andere voor AFP als factchecker. Ik heb voor Al Jazeera English gewerkt en voor het Britse slow journalism tijdschrift Delayed Gratification. Sinds begin van het jaar ben ik Google News Lab Teaching Fellow. En ik werk als onderdeel van het Google News Initiative. Nou, wat is het Google News Initiative of GNI in het kort? Dat is Google's effort to build a stronger future for journalism. Het zet zich dus in voor de toekomst van journalistiek. Ik richt me vooral op het eerste E'tje wat je hier links ziet. Dus het verheffen en versterken van kwaliteitsjournalistiek door middel van trainingen in tools die journalisten kunnen helpen hun werk sneller en creatiever te doen. Ik doe dat onder andere door dit soort live trainingen. En ook door middel van trainingen met redacties of groepen freelance journalisten kan ook. Of met studentenjournalistiek op onderwerpen als factchecking, datavisualisatie en nog veel meer. Mocht je nou oren hebben naar zo'n besloten training, stuur me dan gerust een e-mailtje. Mijn e-mailadres is loeswee@google.com. En dan kan ik wat beter uitleggen wat ik allemaal kan verzorgen en dan kunnen we iets organiseren. Google heeft verschillende tools die journalisten kunnen ondersteunen bij hun werk. Deze zijn verzameld in de Journalist Studio, dus neem daar eens een kijkje. Het adres is journaliststudio.google.com. Ik ga dat nu even weer plakken in de chat. Je vindt hier onder andere Pinpoint, dus waar ik vandaag een demo mee ga geven. Maar ook tools als Flourish, waarbij je hele toffe datavisualisaties kan maken. Of bijvoorbeeld Trends, die je inzicht geeft in waar mensen bijna in real-time naar zoeken op Google. Dus nogmaals, neem eens een kijkje in de Journalist Studio. Mocht je willen oefenen met deze en meer tools, dan hebben wij ook een online training center, wat misschien interessant is voor je. Die kan je vinden op g.co/newstraining. En je vindt hier, ik zal ook die link even voor jullie in de chat achterlaten. Je vindt hier bijvoorbeeld modules over datajournalistiek, onderzoeksjournalistiek, digitale verificatie. En er komen regelmatig nieuwe modules bij. Zo is er laatst 1 toegevoegd over financiële journalistiek. En als het goed is, komt er ook heel binnenkort een training over Pinpoint aan. Waar ik het dus vandaag over ga hebben. Ik heb alle tools en linkjes naar achtergrondartikelen heb ik verzameld in een PDF. Dus als je nu driftig aantekeningen aan het maken bent, hoeft niet.
Als je die PDF wil hebben, blijf dan even hangen tot het eind van deze training. Ik verwacht dat het ongeveer een half uurtje in beslag zal nemen. Ik deelde namelijk een link naar een superkorte survey met wat vragen over wat jullie van de training vonden. Die kan je geheel anoniem invullen en zodra je op submit klikt, dan krijg je een link naar de PDF. Dus nogmaals, dan heb je alle linkjes op één plek en hoef je nu niet driftig mee te schrijven of over te kopiëren uit de chat. Dus dat op het eind. Dan gaan we nu echt van start met het eerste stuk, grootste stuk van deze training over die tool Pinpoint. Ik heb het net al over de Journalist Studio gehad. Die is vrij recent gelanceerd, namelijk in oktober 2020. En Pinpoint werd eigenlijk tegelijkertijd gelanceerd. Want Pinpoint is dus de eerste tool die Google specifiek voor journalisten heeft ontwikkeld. En dat ging ook in samenspraak met journalisten. Nou, wat is het nou precies? Pinpoint is een onderzoekstool waarmee je grote of kleine sets documenten kan verkennen en analyseren. Er zijn in recente jaren talloze voorbeelden geweest van grote scoops waar journalisten werkten met enorme hoeveelheden informatie. Denk aan de Panama Papers, de Paradise Papers. En journalisten die aan dit soort projecten hebben gewerkt, weten hoe ontzettend tijdrovend dit kan zijn. Het idee van Pinpoint is journalisten te helpen tijd te besparen. En dat doet de tool door grote collecties van documenten snel doorzoekbaar te maken. Je kan collecties van tot wel zo'n 200.000 documenten uploaden en deze dan door gaan zoeken met Google-technologie. Ik ga straks een korte demo geven om te laten zien hoe het allemaal werkt. Maar voordat ik dat doe, loop ik eerst even door wat van de key features heen, zodat je al een beetje een idee hebt van wat je allemaal kan met Pinpoint. Goed, een van de manieren waarop de tool journalisten tijd bespaart is door heel snel inzichtelijk te maken wat er ongeveer in een collectie aan documenten staat. Stel, iemand heeft een map vol PDF's naar je gelekt of je hebt een WOP-verzoek ingediend en een grote hoeveelheid documenten teruggekregen. Dan kan je die uploaden in Pinpoint en scant Pinpoint deze gelijk op entiteiten. Nou, wat is nou een entiteit? Dat kan personen zijn, dat kunnen organisaties zijn. Plekken die veel worden genoemd in documenten. Je kan dan ook direct op die entiteiten klikken voor een overzicht van waar ze precies worden genoemd. En zo geeft Pinpoint je een idee van waar het mogelijk interessant is om verder te graven. Ik hoor heel even excuses de deurbel, dus ik ga heel even de microfoon muten en mezelf uit het scherm halen. En ik ben zo terug. Yes, excuses dat ik even weg was gegaan. Ik zet meestal voor zo'n presentatie de deurbel uit. Dat was ik deze keer vergeten en vervolgens bleef het doorrinkelen. Dus goed, ik ben er weer. Ik ga het weer verder hebben over Pinpoint. Ik zei net al, je kan zoeken op, of je kan zeg maar snel inzichtelijk maken wat er allemaal in zo'n collectie staat aan entiteiten, dus personen en plekken. Wat mooi is aan Pinpoint, is dat het heel veel verschillende soorten documenten ondersteunt. Dus het maakt tekst natuurlijk doorzoekbaar, bijvoorbeeld PDF's of Word-documenten. Tekst uit e-mails kan die doorspitten, hè, dus bijvoorbeeld .aml-format. Maar ook, en dit vind ik zelf behoorlijk indrukwekkend, afbeeldingen en audio. Voor het doorzoeken van afbeeldingen gebruikt Pinpoint OCR. Dat is Optical Character Recognition. En dat betekent dat het karakters kan herkennen, ook als deze bijvoorbeeld handgeschreven zijn of in een ingescand document staan. Het gaat dus wel echt alleen om karakters. Pinpoint kan niet herkennen van wat er in een foto gebeurt als er een afbeelding in staat. Om dit uit te leggen, een simpel voorbeeld. Stel je hebt een collectie aan documenten in Pinpoint geüpload en er staan bijvoorbeeld foto's van panda's in. Als je zoekt naar panda, zal die niet terugkomen met foto's van panda's. Maar mocht er een foto in je collectie staan van een panda met een t-shirt aan waarop staat ik ben een panda,
dan vindt hij dat wel terug. Dus het gaat echt om de karakters. Die kan hij terugvinden. Ik zei net al even audio. Audio wordt automatisch getranscribeerd. En als je zoekt naar een bepaalde term, leidt Pinpoint je naar het moment in de opname waar dit gezegd wordt. Dus dat is ook behoorlijk nuttig als je bijvoorbeeld audio-opname hebt van allerlei interviews. Die transcriptiefunctie was tot zo'n 2 weken geleden alleen nog maar beschikbaar in het Engels. Maar dat is inmiddels uitgebreid naar meerdere talen en die werkt nu dus ook in het Nederlands. Kortom, je kan Pinpoint sinds echt heel kort gebruiken als tool om al je Nederlandstalige audio, al je interviews daarin up te loaden en in een handomdraai te laten transcriberen en ook doorzoekbaar te maken. Ik heb op deze slide ook even een overzichtje gezet van alle talen waarin die transcriptie of audiofunctie nu werkt. Dus dat is onder andere Nederlands en Engels, maar ook Portugees, Spaans, Frans. En wat je natuurlijk ook kan doen is audio uploaden voor talen die je juist niet spreekt. Dan transcribeert hij dat en vervolgens kan je dat weer door Google Translate halen. Dus die audiofunctie is echt een ontzettend nuttige tool voor journalisten, onderzoeksjournalisten. Veel onderzoeksprojecten die gaan om grote hoeveelheden documenten zijn, hè, samenwerkingen tussen verschillende journalisten. Daar houdt Pinpoint ook rekening mee. Je kan heel simpel je collectie, je documenten delen met journalisten bij andere media of bij hetzelfde bedrijf. Nou, dat is genoeg gepraat in abstractie. Ik ga even laten zien hoe het allemaal werkt. En daarvoor, als het goed is, kun je gewoon met me meekijken op het scherm. Ga ik eerst naar de Journalist Studio. Die noemde ik al aan het begin. Hè. Daar is Pinpoint onderdeel van. Zo kom je binnen. Dan scroll ik naar beneden. Hier staat. Er staan een aantal tools. En dan hier Pinpoint. Get started. Je moet je op het moment nog aanmelden met een Gmail-adres. En vervolgens, als je hier voor het eerst aankomt en je klikt op Create a New Private Collection, dan moet je je aanmelden. Dat is eenmalig en dat duurt dan ongeveer 24 uur totdat je toegang krijgt en dus je eigen spullen gaat uploaden. Dus hou hier wel rekening mee en ga niet 2 uur voor een deadline allemaal documenten hierin gooien om te laten transcriberen. De eerste keer zal je even moeten wachten. Zo. Nou, dan hierboven zie je je eigen collecties. Ik heb er 2 hele kleine geüpload voor deze demonstratie. Daar gaan we straks naar kijken. Ik scroll eerst even ook naar onder. Hier, ik hoop dat jullie het kunnen lezen. Ik ga het iets groter maken voor de zekerheid. Ik zal het ook even voorlezen. Hier staat Explore. En dit zijn collecties die geüpload zijn door partners. Bijvoorbeeld de Washington Post en Center for Public Integrity. Dus we zien bijvoorbeeld, als we even naar beneden scrollen, FBI files on Ronald Reagan, FBI files on Martin Luther King en JFK assassination records bijvoorbeeld. Nou, het zijn misschien niet documenten waar je nu gelijk mee aan de slag gaat en nog een scoop uit gaat trekken of een verhaal over gaat schrijven. Maar het is wel een hele leuke manier om even rond te kijken van hè, wat kan je nou met Pinpoint? Hoe werkt dat precies? En misschien haal je er wel inspiratie uit voor een stuk, wie weet. Ik ga jullie nu wat van de functies laten zien door naar die assassination records te kijken. Zo, hier komen we binnen. Ik maak het weer even wat groter. Alright. Nou, wat ik net al had uitgelegd is dat wat Pinpoint heel goed doet, zodra je documenten erin gooit, dit zijn er bijna 31.000, is die entiteiten herkennen. Dus welke personen, organisaties en plekken worden er veel genoemd in deze documenten. En dat zie je hier aan de rechterkant. Dus hierboven People, John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, Fidel Castro. Dan hier organisaties en locaties. En vervolgens kan je zo'n naam aanklikken. Nou, laat ik deze pakken. En zie je dus precies in welke documenten die naam voorkomt. En vervolgens kan je daar ook nog op klikken. Zo, en dan zijn ze allemaal netjes groen gehighlight. En zo met het pijltje naar rechts klik je naar het volgende document en weer terug. En hier linksboven ga je weer naar de volledige lijst. Je kan er ook meerdere tegelijk selecteren. Dus stel dat ik tegelijkertijd de documenten wil zien waar John F. Kennedy en of Lee Harvey Oswald in staat. Dan kan je dat ook allemaal met elkaar combineren. Zo. Ik laat er nog eentje zien. Waar staat ze? Marina Oswald Porter. Zo, dat is de derde. Hier klik ik dus weer erop en dan zie ik weer gehighlight waar ze staat. En dan de derde.
wat je ziet, dit is gewoon een handgeschreven aantekening en Pinpoint kan ook dit lezen. Dus dat maakt het wederom wel een hele nuttige tool. Misschien heb je een stapel papieren gekregen met handgeschreven aantekeningen. Of misschien ben je ergens geweest op reportage en heb je zelf een hele stapel met handgeschreven aantekeningen. Ook die kan Pinpoint dus doorzoekbaar maken. Ik moet wel zeggen, dacht ik, ook mijn eigen handschrift heb geüpload. Die kunnen de meeste mensen niet lezen en ik zelf soms ook niet. En Pinpoint had daar ook moeite mee. Dus voordat je nou echt een hele collectie aan handgeschreven aantekeningen uploadt, check wel even of dat goed gaat. Maar dat stukje wat ik net liet zien van Marina was ook redelijk, niet het meest duidelijke handschrift. En dat ging goed. Even kijken, sorry. Dus dat is dat zoeken met die entiteiten aan de rechterkant. Je kan natuurlijk ook gewoon zoeken naar waar je op zoek bent. Hier bovenin. Ik zoek even op weapon. En wat mooi is, is aangezien deze zoekmachine gebruikt Google-technologie. En die kan dus meer dan echt gewoon het exacte woord, maar vindt ook synoniemen terug. Dus ik zoek op weapon, maar hij vindt hier ook arms, even kijken hoor, guns, et cetera. Dus alles waar je mogelijk ook eigenlijk naar op zoek bent. En dat is natuurlijk heel anders dan als je een PDF doorzoekt met een Ctrl-F, dat het meteen een soort van die zoekopdracht wat breder trekt. Als je nou wel juist op zoek wil naar dat exacte woord, dan zet je tussen aanhalingstekens. Dat werkt eigenlijk hetzelfde als je normaal gesproken zoekt met Google. Google heeft een aantal advanced search operators, zoals die aanhalingstekens en min en or, dat soort dingen. Die werken ook allemaal gewoon binnen Pinpoint. Dus als je bijvoorbeeld zoekt op arms min Cuban, want ik zag net van alles staan over Cuban Arms Shipments. Zo, dan laat hij dat weg. Oké, dus nog even een samenvatting van wat hebben we nou gezien. Binnen een collectie aan de rechterkant kan je worden die entiteiten geïdentificeerd. Dus kan je heel snel een soort van een beeld krijgen van welke personen komen hier veel in voor, welke plekken komen hier veel in voor, et cetera. Je kan bovenin zelf zoeken door een collectie. En hierbij krijg je dus niet alleen maar letterlijke resultaten, maar ook synoniemen en zelfs resultaten voor handgeschreven matches. En niet te vergeten, je kan die advanced search operators, die normaal gesproken ook in Google werken, die kan je hier ook gebruiken. Dan, wat ik net al zei, ik heb twee kleine collecties zelf geüpload. Ik had het al even over die audiofunctie en dat die sinds 2 weken geleden uitgebreid is naar Nederlands. Hoera. Dus dat wilde ik even gaan uitproberen. En daarvoor heb ik de eerste 2 uur van het debat van 2 april over Pieter Omtzigt functie elders in de Tweede Kamer geüpload. Dat heb ik overigens gedaan door de video te downloaden van debatgemist.tweedekamer.nl. Daar staat dat gewoon helemaal. Dat is een video van 13 uur. Dat leek me wat veel. Dus daarvan heb ik de eerste 2 uur geconverteerd naar mp3 en die geüpload. Audiofiles hebben geen maximale bestandsgrootte, maar wel een maximale duur van 2 uur. Dus stel dat je wel zo'n heel debat van 13 uur in Pinpoint zou willen zetten, dan zou je het even in blokjes van 2 uur moeten delen. Maar dat kan je hier dus uploaden. Vervolgens, ik denk dat het ongeveer een half uurtje kostte voordat dit helemaal verwerkt was. En dan verschijnen hier weer, net als met collectie net over JFK, verschijnen hier die entiteiten. En dat wilde ik er ook nog even bij zeggen, dat Nederlands is, die Nederlandse transcriptiefunctie is vrij nieuw en ook nog niet foutloos. Dat is nog in ontwikkeling. Dus ik zag hier meteen al wel wat interessante dingetjes staan. Wat natuurlijk kleine foutjes zijn. Annemarie Joritsma, die kennen we wel. Anouk zegt me niet zoveel. Diederik Rutte lijkt me ook een foutje. Esther Ouwehand en Geert Wilders, dat is dan wel weer allemaal correct eruit gefilterd. Dus hou daar rekening mee. Die Nederlandse transcriptiefunctie is al heel ver, maar is zeker nog niet perfect. En dat zal steeds beter worden. Maar het is hoe dan ook, als we nu willen zoeken in dat transcript, is het een heel goed startpunt eigenlijk. Kan je al heel ver komen met bepaalde passages terugvinden. Als ik nu bijvoorbeeld zoek op herinnering. Even kijken, gaan we hierheen. En er staat, maar ik heb geen enkele herinnering. En dan kun je hier boven op het play-knopje, dan gaat hij precies dat stukje. Oh, oeps, nou scroll ik ervan weg.
kabinetsdeelname. Dat zien we ook in de stukken. Dus de enige verklaring die ik heb is dat dat in mijn hoofd zat, omdat we kort daarvoor erover gesproken hadden. Maar ik heb geen enkele herinnering dat ik dat ook weer heb opgebracht bij de verkenners. En dat is de waarheid. Zo, ik speelde het nu af, de audio. Ik weet niet 100% zeker of jullie mijn audio ook horen. Dus voor het geval dat jullie dat niet hoorden, je hoorde nu dus, ik heb nu gezocht op herinnering en vervolgens op play gedrukt en dan hoor je Mark Rutte zeggen, ik heb geen enkele herinnering dat ik dat ook weer heb opgebracht bij de verkenners en dat is de waarheid, mevrouw Marijnissen. Dus wederom, als je een audiofile uploadt in het Nederlands, er zullen wat fouten in staan, maar je bent eigenlijk al, je kan eigenlijk al heel goed bepaalde passages terugvinden. Zo. Oh, wacht, ik ga nog even terug om nog één ding te laten zien. Als je namelijk dat transcript zelf nog wil gaan aanpassen, kan je hier op deze drie knopjes drukken. Zo, en dan download transcript. Dan download je het in een .txt-file en dan kan je dat natuurlijk gaan bewerken in bijvoorbeeld een Google Doc. Alleen dan heb je helaas niet meer die koppeling met dat audiobestand wat hier zo handig is. Dat je in dat transcript ook stukjes van de audio af kan spelen. Zo, dus tot zover die audiofunctie. Dan heb ik ook nog een collectie gemaakt met wat jaarverslagen, PDF-bestanden en wat afbeeldingen, wat JPEG-bestanden. Daar heeft hij vanzelf een PDF van gemaakt. Om even die tekst- en beeldfunctie ook uit te proberen in het Nederlands. Dit zijn documenten over de JOVD, specifiek foto's. En jaarverslagen van de JOVD, de jongere partij van de VVD, uit de tijd dat Rutte daar voorzitter was. Mocht je het nou interessant vinden om met dit soort documenten te spelen trouwens, ik heb dit gehaald uit het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, DNPP, van de Rijksuniversiteit Groningen. En daar vind je echt ontzettend veel materiaal over de geschiedenis van politieke partijen. Dus wil je hiermee aan de slag gaan, kijk dan eens op dnpp.nl. En dan heeft hij, wederom, dit is een hele kleine collectie en je kan tot 200.000 documenten erin zetten. Ik heb er even nog maar 8. Maar heeft er al meteen inderdaad wat mensen uitgefilterd, wat organisaties. En hier klopt dat, Mark Rutte, Annette Nijs, Bas Bakker. Het is allemaal een stuk accurater dan in dat ene audiobestand. Even kijken, nou, dus Mark Rutte. Vindt hij 5 voorbeelden van, klik je hier op een PDF. Wederom wat ik net ook al liet zien. En dan is gewoon netjes gehighlight waar die voorkomt. Nou, even kijken hoor. Dan kan je hier met de pijltjes naar beneden. Vooral lijstjes. Zo. En wat ik net ook al zei. Hè, hij gaat niet, hij heeft die mooie functie om afbeeldingen te doorzoeken. Nu ik Rutte heb aangeklikt, dus zoek op Rutte, gaat hij niet een foto van Rutte vinden. Tenzij er een bordje voor zijn neus staat met zijn naam erop en die bestaat. Dus hier heb je een mooie foto van Mark Rutte toen hij in het bestuur van de JOVD zit. Zo, nog een leuke demonstratie van die afbeeldingfunctie. Museumplein zoek ik op. Zo, en dan zie je hier een demonstratie. En dan zie je dat hij zelfs het woord Museumplein van het spandoek pakt. En een nog leuker voorbeeld vond ik zelf. Zo, sociaal leenstelsel heb ik opgezocht. En dan zie je dat hij zelfs hier de woordjes sociaal leenstelsel, die het vliegtuigje in een banner boven de demonstratie is, die pakt hij dus ook mee. Dus wederom, dat is die functie om afbeeldingen te doorzoeken. Nou, dat was eigenlijk alles wat ik aan Pinpoint wilde laten zien. Nog 2 kleine dingetjes. Ik zei al dat Pinpoint ook heel erg bedoeld is om journalisten met elkaar te kunnen laten samenwerken. Daarvoor heb je hier een share-knop. Dus dan kan je het delen. En wat ik ook zei, Pinpoint is een hele nieuwe tool. En we zijn heel erg benieuwd naar jullie feedback. En hoe jullie journalisten hier nog kansen zien voor andere functies. Dus heb je feedback, laat die dan alsjeblieft achter. Door hier op de knop Give Us Feedback te klikken. Zo, dan ga ik terug naar de presentatie. Ik wil nog een paar voorbeelden geven van hoe andere journalisten met Pinpoint hebben gewerkt. Maria Ressa is een bekende Filipijnse onderzoeksjournaliste en ook de CEO van nieuwsite Rappler. En zij heeft Pinpoint bijvoorbeeld gebruikt om 13.000 documenten door te zoeken voor een stuk over CIA-briefings vanuit Manila uit de jaren 70.
En daar heeft ze een kort artikeltje over geschreven in haar nieuwsbrief. Wat ze ook heeft gedaan, is haar handgeschreven aantekening geüpload om ze sneller doorzoekbaar te maken. Ik zei het net ook al even, hè? Hij herkent dus handschriften. Dus als jij nog een stapel notities hebt, kan je daar foto's van maken en ze in Pinpoint uploaden. Om dat allemaal netjes georganiseerd en doorzoekbaar te maken. En zoals ik er ook bij zei, mijn handschrift bleek wat problematisch. Dus check eerst even, voordat je 1000 foto's gaat uploaden, hoe goed die werkt. De Amerikaanse krant USA Today gebruikte Pinpoint voor een project over COVID-19. Ik begon meteen in het Engels te praten. Sterfgevallen in verpleeghuizen. En ze gebruikten de tool om snel te kunnen identificeren welke documenten uit de honderden wel of niet de moeite waard waren om te bekijken. Ik laat even de journalisten zelf aan het woord. Ik heb namelijk een kort videootje over dat proces. The biggest challenge for reporting, honestly, is time, right? It's really difficult to say no when somebody wants you to look into something that you believe is important, but you just don't have the time to do it. My colleague Tricia Nadolny and I were asked to handle investigations relating to social services during the pandemic. Our focus really became largely about nursing homes during that time period. We requested records from all 50 states, and I uploaded them into Pinpoint. Pretty much immediately, when you upload documents and that side populates with the list of names that are included or places that are included, you can kind of very quickly get an idea of what is in there. We compiled that into a database that we then analyzed and provided to the public. For the first time, some families were able to look up their loved one's assisted living facility and see whether there had been a case, because in some states and in some counties, facilities were not communicating directly with families in a way where they felt like they understood what was going on. In terms of investigative journalism, our job is to expose wrongdoing, to shed light on something that's going wrong in the hopes that maybe it can go in a better direction. Zo, dus dat is het voorbeeld van USA Today. Dan nog een voorbeeld van een heel ander gebruik van Pinpoint. Ik heb het tot nu toe vooral gehad over van die grote onderzoeksprojecten waar je dus tot 200.000 bestanden wil uploaden. De Washington Post heeft Pinpoint onder andere op een hele andere manier gebruikt. Namelijk voor het snel verslaan van de getuigenis van Robert Mueller voor het Amerikaanse congres. Om hen hierbij te assisteren hadden ze dat Mueller Report, dus zijn verslag over het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016, geüpload. En tijdens zijn getuigenis konden journalisten zo heel snel opzoeken over welke stukken van het onderzoek hij het had terwijl hij sprak. Dus hij zei iets tegen het congres, zij konden dat meteen even nazoeken, de juiste sectie erbij halen en daar in hun liveblog bijvoorbeeld over schrijven. Dus Pinpoint is niet alleen maar een tool voor gigantische onderzoeksprojecten, maar kan journalisten ook zeker ondersteunen in een meer soort van breaking news situatie. Dus tot zover Pinpoint. Mocht je hier nou nog vragen over hebben, stel ze dan gerust in de chat. Dan probeer ik ze tijdens deze sessie nog te beantwoorden. Er zal wat vertraging zitten tussen jullie vraag en dat ik het zie, ongeveer een half minuut. Dus wanhoop niet als ik niet meteen reageer. Mocht jij op een redactie werken en je denkt nu, oh, dit is superhandig voor meer collega's. Ik kan ook een keer een training geven gewoon aan je redactie over Pinpoint. Mocht je dat interessant vinden, stuur me dan even een e-mailtje. Mijn e-mailadres is loeswee@google.com. Straks ga ik het nog hebben over machine learning en hoe artificial intelligence ingezet kan worden voor onderzoeksjournalist. Maar ik heb eerst even een kort intermezzo met drie losse tools en hulpmiddelen die ik jullie mee wil geven. Voor onderzoek natuurlijk specifiek. De eerste is Bellingcat's Online Investigation Toolkit. Veel van jullie zullen Bellingcat kennen. Ze zijn echt sterren in OSINT, Open Source Intelligence. En zij hebben een gigantische spreadsheet gemaakt met allerlei tools, online tools, die kunnen helpen bij onderzoek. En de URL hiervan
plak ik nu even in de chat. Dat is bit.ly/bcattools. Zo, en ik zal ook even kort, ik heb hem hier openstaan. Ik zal er hier even doorheen bladeren. Helemaal netjes ingedeeld op tapjes. Hier bijvoorbeeld een fototoestelletje. En dan zie je tools als Invid We Verify. Dat is een tool die ik zelf als factchecker ook veel heb gebruikt voor reverse video search, reverse image search. Een soort van Swiss Army knife voor verificatie wordt het ook wel genoemd. Sunkalk.org is een tool waarmee je beelden kan bekijken en dan een inschatting kan maken van op welk tijdstip dat is aan de hand van, soort van hoe de zon stond, hoe hoog de zon stond en hoe de slagschaduw is. Dat is ook een hele interessante tool voor OSINT. En zo heb je echt, nou, het gaat maar door. Ontzettend veel tools. Dus bekijk die zeker eens. OCCRP is het Organized Crime and Corruption Reporting Project. Dit is een mondiaal netwerk van onderzoeksjournalisten dat zich bezighoudt met het blootleggen van corruptie en misdaad. En op hun website publiceren ze allerlei artikelen van over de hele wereld met interessante en bijzondere onderzoeken. Ze hebben ook een paar mooie tools online staan. Daar wilde ik jullie even op wijzen. De eerste, ik zal ook even de URL meteen weer plakken, is Aleph. Zo. Yes. Aleph is een platform met hierop een gigantisch archief aan mogelijk relevante documenten voor onderzoek. Bijvoorbeeld handelsregisters, nieuwsarchieven en ook gelekte informatie. Je kan er ook je eigen documenten in uploaden en dan bijvoorbeeld entiteiten definiëren. Dus ook weer personen, bedrijven, een beetje zoals in Pinpoint, maar afhankelijk van het file type zou je dat in dit geval zelf eruit moeten trekken of definiëren. Maar met deze entiteiten kan je in Aleph vervolgens netwerkdiagrammen tekenen om de connecties die je maakt goed in kaart te brengen. Dus dat is één van de twee tools. De tweede is OCCRP-ID. En dit is een dienst waar je wederom een hoop openbare databronnen kan vinden. Daarnaast kunnen journalisten die deel uitmaken van het OCCRP-netwerk of die meewerken aan lopende onderzoeken van hen ondersteuning vragen bij hun onderzoek. Dus een team researchers kan je dan helpen met het vinden van mensen of het analyseren van data of welke vragen je maar hebt tijdens je onderzoek. Dus nogmaals, OCCRP Aleph en OCCRP ID zijn zeker de moeite waard om een keertje uit te checken. Dan nog heel kort over het Common Knowledge Project. Ik zei net al, Journalist Studio werd in oktober gelanceerd, tegelijkertijd met Pinpoint en ook de Common Knowledge Project. Dus wederom een recente tool, sterker nog, deze is momenteel in beta. Het doel van het Common Knowledge Project is het makkelijker te maken lokale data te vinden, visualiseren en delen. En het tool is ook echt gemaakt met het idee lokale journalisten te ondersteunen. Ik zeg er meteen bij, de databronnen waar deze tool op rust zijn momenteel nog Amerikaans. Dus denk aan datasets van het CDC, hè, Centers for Disease Control and Prevention, de FBI, de US Census. Het is dus niet altijd even relevant voor journalisten in Nederland en België. Maar ik wil hem toch even aanstippen tijdens deze training. Want mocht je nou bezig zijn met een onderzoek naar Amerika, of mocht je bezig zijn met een stuk waar je cijfers in Nederland of België vergelijkt met cijfers in andere landen, waaronder Amerika, dan kan dit alsnog een hele interessante voor je zijn. Zo, dus ik plak ook de link naar de Common Knowledge Project in de chat. Goed, dat waren even die drie korte tools. Zoals ik zei, ik ga afsluiten met een kort stuk over machine learning of kunstmatige intelligentie. Toepassingen van kunstmatige intelligentie in de journalistiek worden nog volop ontwikkeld. Misschien heb je wel eens gehoord van QuakeBot. Dat is software ontwikkeld door de LA Times. Die automatisch hele simpele artikeltjes genereert zodra de US Geological Survey een aardbeving registreert. En het is dan vervolgens aan de redacteur om het artikel wel of niet te publiceren. Dat gaat niet meteen automatisch. Dat is natuurlijk slechts één van een hele reeks mogelijke toepassingen van AI op redacties. Vind je dit nou een interessant onderwerp en wil je meer lezen over manieren waarop AI het verschil kan maken binnen de journalistiek en ook welke uitdagingen mediaorganisaties hierbij voorzien, dan kan ik dit verslag zeker aanraden. New Powers, New Responsibilities heet het. Het werd in november 2019 gepubliceerd door Polis. Dat is de journalistieke denktank van de London School of Economics and Political Science, LSE. In samenwerking met het Google News Initiative, GNI. En ik plak even een link in de chat
naar dat verslag. Zo, daar staat veel meer achtergrond dan wat ik nu ga geven. Ik wilde 2 korte voorbeelden geven van hoe AI of machine learning in journalistiek is toegepast, in onderzoeksjournalistiek specifiek is toegepast. Bijvoorbeeld dit project Funes door de Peruaanse publicatie Ojo Público. Ojo Público ontwikkelde een algoritme, dat heet dus Funes, dat een zogenaamde risicoscore berekent voor openbare aanbestedingen. En met behulp van zo'n algoritme ontdekte ze onder andere bijvoorbeeld hoe de grootste leverancier van melk aan de Peruaanse staat in 90% van de contracten de enige partij was die een bod had gedaan. Funes, hè, dat algoritme of zo'n risicoscore, is natuurlijk geen onderzoek op zichzelf, maar ze konden op deze manier wel een soort van een proces automatiseren waardoor ze echt red flags kregen van, oh, hier zou je even wat verder in kunnen duiken om te kijken wat erachter zit en of er daadwerkelijk iets misgaat. Want het zal niet altijd zo zijn dat een hoge risicoscore ook daadwerkelijk corruptie betekende. Zo, dus dat is, ik zal ook even voor de Spaans sprekers onder jullie de link in de chat zetten. En nog een voorbeeld is dit project, Leprosy of the Land heet het, door Texty. Dat is een datajournalistieke website uit Oekraïne. Zij gebruikten machine learning om illegale ambermijnen in Oekraïne te vinden. En ze deden dit door een machine learning model te trainen om op satellietbeelden sporen van ambermijnen te kunnen herkennen. En zodra dat machine learning model was getraind, konden ze 450.000 beelden er doorheen halen. Dat was ongeveer 70.000 vierkante kilometer, om zo te kijken van of daar inderdaad illegale ambermijnen waren of niet. En op die manier hebben ze meer dan 1000 hectare beschadigd land gevonden en daar weer een interactieve kaart van gemaakt. Dus ik heb weer een linkje naar de Engelstalige versie van het artikel. Wat ook mooi is eraan is als je klikt op deze site op machine learning, dan kom je terecht op een GitHub pagina met een heel uitgebreide uitleg van hoe ze dat hebben aangepakt. Nou, mocht je nou denken, tof, maar dat gaat mezelf toch nooit lukken, think again. Samen met Texty heeft Google News Lab een online cursus ontwikkeld over machine learning. Die staat in dat online training center, waar ik het aan het begin van deze training al over heb gehad. En die online training is best wel uitgebreid. Je begint echt met een beetje de basics van machine learning. Wat is het eigenlijk? Wat is het verschil tussen artificial intelligence en machine learning? Et cetera. En vervolgens ga je echt zelf dat model trainen voor die ambermijnen in Oekraïne. Aan de hand van een hele zooi afbeeldingen die je dan krijgt, die gelabeld zijn als wel een ambermijn of niet een ambermijn. Dus wil je meer leren over de potentie van machine learning in journalistiek en ook al zelf een beetje aan de slag gaan met het bouwen van zo'n model, dan kan ik deze training echt ontzettend aanraden. Ik ga nogmaals de link delen in de chat. Je kan hem ook vinden in dat online training center. Staan heel veel modules in, dus neem er sowieso een keer een kijkje. Er staan ook modules in over datajournalistiek, digitale verificatie. Wat ik al zei, er komt binnenkort een module aan over pinpoint. Dus mocht je daar nog verder in willen oefenen, hou dat dan in de gaten. Ik geloof dat je kan je daarvoor een nieuwsbrief inschrijven en dan krijg je ook updates wanneer er een nieuwe bij komt. Voor nu wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht. Dit is het einde van deze training over onderzoek en pinpoint. Mochten jullie nog vragen hebben, stel ze dan nu gerust via de chat. Ik blijf hier nog even hangen, namelijk om ze te beantwoorden. Wat ik al zei, er zit een kleine vertraging tussen wanneer jullie de vraag stellen en ik hem kan lezen. Dus ik blijf hier nog even een paar minuutjes hangen, mocht er nog iets binnenkomen. Ik wil jullie ook heel graag vragen om kort feedback te geven op deze sessie. Daarvoor post ik nu een link ook in de chat, bit.ly/gnlfeedbacknl. Die vragen duren ongeveer een minuutje, misschien nog minder zelfs. Je kan het helemaal anoniem invullen. En na het afronden krijg je dan een link naar een handout met daarin een overzicht van alle tools die ik vandaag besproken heb. Ik geef ook gratis training aan redacties over verschillende onderwerpen, zoals verificatie, fact-checking, datavisualisatie. Dus mocht je op een redactie werken en oren hebben naar zo'n training of iets anders willen organiseren, bijvoorbeeld voor een groep freelancers, voor een groep studenten journalistiek, e-mail dan newslabsupport@google.com
als je direct de vraag bij mij wil neerleggen, loeswee@google.com. Ik doe deze sessies elke 2 weken, maar over 2 weken is het Koningsdag. Dus ik heb hem verschoven naar maandag 26 april. Ben ik hier weer? Dan ga ik het hebben over tools voor visualisatie en mapping. Ik post nu de link waar je kan inschrijven voor die training in de chatfunctie. En je kan ook nogmaals oude trainingen hier terug bekijken. Dat was het echt. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie aandacht en voor het meedoen. En heb nog een hele fijne middag en hopelijk tot de volgende keer.